De spoedeisende hulp bij het academisch ziekenhuis Paramaribo zal een renovatie ondergaan, zegt gezondheidsminister Amar Ramadan. Vanmorgen, voor aanvang van de vergadering, zei de minister dat de renovatie een tijdje zal duren en voor wat ongemak kan zorgen. Recentelijk is er ook een gesta gekomen vanuit een bedrijf voor ICT equipment. Ook daar zijn we bezig. En misschien, ik weet niet waarnaar u refereert, als het gaat om personeel of als het gaat om verbruiksmiddel, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, u weet dat we maar één SCH in Suriname. En er is altijd het beleid geweest om zoveel mogelijk de oproep te doen naar de samenleving. Om de druk op de SCH zoveel mogelijk te helpen voorkomen. Door datgene wat in principe bij de huisarts kan worden afgehandeld, dat zoveel mogelijk daar moet gebeuren. Ook hebben we gezien de afgelopen jaren dat er ontwikkeling is geweest van het ontstaan van spoedposten, huisartsenspoedposten, die eigenlijk die gevallen kunnen wegvangen. Ook bij het ACP heb je een huisartsenpraktijk die dat kan doen. Maar de huisartsen zijn altijd opgeroepen, ook door, niet alleen door het ministerie, maar ook door het management zelf van de SCH, dat de huisartsen zoveel mogelijk beschikbaar moeten blijven. De minister zegt bezig te zijn met het organiseren van betere gezondheidszorg in de districten. Het ministerie is ondanks alle tegenslagen bezig te werken aan de garantie van de gezondheidszorg in alle resorten.